Voor de volgende truc heb je van iemand een ring nodig. Een ring, een stuk touw en een schone zakdoek. De ring doen we in een dikke knoop aan het touw. En nu kun je er een verhaal bij vertellen. Bijvoorbeeld dat dit de ring van Houdini was. En Houdini, ja, die kon natuurlijk heel goed ontsnappen. Dus als je dit onder de zakdoek doet, dan heb je een truc. Want de ring is ontsnapt. Hoe werkt dit? Neem een schone zakdoek, een stukje touw en van iemand een ring. De knoop die je nu gaat gebruiken, die is bijzonder. Vouw het touw dubbel en doe de lus door de ring. Dan door de touw heen neem je de twee uiteindjes en nu krijg je dus een dubbele lus. Die leg je op tafel, maar mensen mogen niet zien wat je doet. Daarom heb je natuurlijk de zakdoek. Maar die doe ik even weg, anders weet je niet meer wat ik doe. Het mooie van deze knoop is als je dit lusje naar de andere kant doet, is die alweer open. En kan je de ring, hup, zo ervan afhalen. En dat is het geheim van deze truc. Maak een lus van het touw. Dat doe je er overheen. Ga je door de lus, pak je de uiteindjes. Die trek je nu door de lus. En dan krijg je de speciale knoop. Die moet er zo uitzien. Als je nu de lus naar boven schuift, is de ring al vrij. En dat is het geheim van deze truc. De volgende truc is een truc, daar moet je heel vingervlug voor zijn. Wat je nodig hebt is een elastiekje of een haarbandje. En voor je het weet, verspringt hij van de ene naar de andere kant. En hij zit echt om mijn vingers, kan je ook zien. En hij springt weer terug. Maar nu denk je misschien dat daar iets mee is. Nou, dan sluiten we het elastiekje even op. Nu kan die er niet meer af. Je ziet dat hij er echt omheen zit. En als ik nu dit doe, springt hij weer terug. En hij kan nog steeds naar de andere kant. Hoe doe je dit? Wat je nodig hebt is een elastiekje. En als je wat kleinere handen hebt, een haarbandje. Dat haarbandje doe je om twee vingers. Of die twee, of die twee. Nu laat je zien dat het haarbandje om je vingers zit. En terwijl je het uittrekt, doe je je hand weer rechtop. Dat is het allerbelangrijkste geheim. Want sommige kinderen die doen het terwijl hun hand zo is. Maar dan zie je wat ik doe. Wat heb ik namelijk gedaan? De laatste keer trek ik het elastiekje een beetje schuin. En dan doe ik mijn hand dicht. Maar nu doe ik alle vingers in het elastiekje. Dat kun je aan de voorkant natuurlijk niet zien. En daarom moet je je hand zo houden en niet zo. Rechtop. Als je dan bijvoorbeeld blaast, gaan je vingers omhoog en dan springt die van de ene naar de andere kant. En dit kan je herhalen. Je laat zien dat die vast zit. Je doet je vingers er weer stiekem in. Je blaast en hij springt naar de andere kant. Wat het elastiekje eigenlijk doet, is dat hij van de ene zo naar de andere kant gaat. En daarom kan je het ook nog wat moeilijker maken. Je neemt een tweede elastiekje of haarbandje. En dan sluit je je vingers mee af. Nu laat je zogenaamd zien dat het elastiekje natuurlijk geen kant op kan. Maar dat maakt niets uit, want hij kan nog steeds naar de andere kant. Dus nu trek je het elastiekje uit om te laten zien dat hij echt om je vingers zit. Je doet je hand weer dicht terwijl het elastiekje over je vingers gaat. En als je nu weer blaast,
springt hij terug naar de andere kant. Omhoog trekken, iets opzij, hand dicht, vingers erin en dat is hem. Elastiekje gaat om je vingers, twee vingers. Je trekt hem naar achter, maar je houdt hem ook een beetje schuin. Als je nu je hand dicht doet, doe je alle vier vingers in het elastiekje. Je vingers gaan rechtop en hij schiet naar de andere kant. Dat kan je nog een keer doen. Je trekt het elastiekje uit, je houdt het scheef. Alle vier de vingers in het elastiekje. Gaat je hand omhoog, dan springt hij terug. Hoe zet je hem op slot? 1, draaien. 2, draaien. 3, draaien. Hup. En nu precies hetzelfde. Trek het elastiekje uit. Vier vingers erin. En hop, hij springt naar de andere kant.